protestante de Fries in het Brabantse katholieke Budel. Die zijn de meeste Friesen wel protestant. Ja. En dan nog een Fries die het in Kranendonk voor het zeggen heeft. Althans, had. Want burgemeester Bart Meijnema, die gaat met pensioen. En wat heeft nou Kranendonk eigenlijk voor hem betekend? En wat laat hij na 8 jaar achter aan zijn voor zijn opvolger? Daar zijn we benieuwd naar. Maar jij toch? Laten we eerst eens even met Sinterklaas beginnen. Want wat hoor ik nou? U bent niet op de Sinterklaasviering geweest afgelopen jaar. Jawel, ik ben in Schoot op de Sinterklaasviering geweest. Ja, zie je wel, dus je bent er wel maar geweest. Maar in Budel ben ik niet geweest, want toen was mijn... zowel mijn zuster en de volgende dag was mijn schoonzuster jarig. Ja. En die traditie houden wij in de familie toch nog overeind. Maar het is een heel eind weg. Naar Friesland. Dus dan, niet helemaal. Maar dan rijden wij even heen en weer. Maar een heel weekend. Kunt ook niet overal zijn, hè? Nee. 8 jaar burgemeester. Hoe kijkt hij dan terug naar die 8 jaar burgemeester van Kranendonk? Wat was nou uw X-factor? Ja, ik ben niet zo van de X-factor. Nee. Ik heb hier aangetroffen een hele andere gemeenschap als in mijn vorige gemeente. Het is een wereld van verschil, ondanks die 130 kilometer. Wat was die vorige gemeente? Vlist. Gouda. Ja. In de Bijbelbelt. Mm-hmm. En dat kun je zelfs in het katholicisme merken, meneer pastoor. er zit een wereld van verschil. Ja. Ik kwam hier binnen en ik werd met gildefeesten geconfronteerd. Ik werd binnengehaald met vendelzwaaiers, et cetera. Nog een half jaar in de parochie gewoond, begreep ik? Omdat ik heb een half jaar bij de pastoor mogen wonen. Ja. Daar heb ik nog altijd een hele goede relatie aan overgehouden. Ja, gewoon een hele warme gemeenschap. En toch ook heel divers in al die verschillende dorpen en dergelijke. Je zou zeggen van het is één, maar dat is het niet. Ja. Ik kwam net binnen toen wij twee dames van Budel Dorplein hadden. En zij vertelden eigenlijk al van dat ze eigenlijk wel een redelijk actieve gemeenschap hadden, maar niet zo eigenlijk samenhangend. Budel Dorplein. Dorplein. Heeft u ook die verschillen ervaren tussen Dorplein en Schoot en Budel, maar Hezen? Jazeker. Ieder dorp heeft zijn eigen kenmerken. Mm-hmm. En daar moet je echt in thuis raken om dat precies aan te voelen. Lijkt me ook heel moeilijk van buitenstaan. Maar gelukkig had ik wel een paar lokale politici die mij daar heel goed in hielpen en dat ook heel goed aangaven. En het Dorplein zelf... Ja, ik zeg altijd, er zit in Dorplein een verschil tussen wat ik dan de autochtonen noem. Maar dat zijn de mensen die dus hier van oorsprong bij de fabriek kwamen werkten. Werken. Ja. En nieuwkomers. Hmm. En dat merk je en dat zeggen de mensen ook zelf tegen mij. Wat is dan het verschil daarin? Want u zegt, ik merk het wel, maar wat is dan... Ja, maar er zit een verschil in samenhang. Ja. Een gevoel. En... ik sprak laatst een paar oudere mensen die hier vroeger bij de fabriek gewerkt hebben. En ja, die hadden zoiets van, wij zijn zeg maar van oorsprong Dorplein. Mm. En ja, er zijn ook een hele hoop nieuwelingen hier gekomen die hier hun rust zoeken. Maar burgemeester, wij zijn de autochtone Dorpleiners. Ja. En ik voel dat ook wel een beetje zo. Ja. Wat was u voor soort burgemeester? Jongeren tegenwoordig, de dertigers, de burgemeester, zijn vaak van die general managers. Wat was u voor burgemeester? Ja, moet u aan de mensen vragen eigenlijk. Nee, maar hoe moet je dit zelf ervaren? Ja. Ik denk dat ik een mix ben. Ik wil aan de ene kant er voor het volk zijn, voor die samenbinding, et cetera. En aan de andere kant ben ik toch ook vanuit mijn professie en vanuit mijn achtergrond iemand die zegt van ja, maar deze tent moet wel gerund worden. Mm-hmm. Dus naar mijn idee zit ik op het snijvlak van beide punten. Ja. Ja. Als u nou terugkijkt, hè, die ambtsperiode die u in Kranendonk heeft gehad, wat was nou eigenlijk het belangrijkste wat u als burgemeester heeft meegemaakt? Wat is nou in uw optiek... Dat wil ik toch even zeggen van, dat is voor mij belangrijk geweest. Nou, ik vind gewoon, ik ben niet zo iemand van de pareltjes aan de kroon. Hè. Mm-hmm. Ik vind dat het belangrijkste is dat we de voorzieningen van deze dorpen, ook van die kleine kernen, over het algemeen overeind gehouden hebben.
In moeilijke tijden. En dat is niet simpel. Nee. Er is straks gesproken bijvoorbeeld over hier over de school. En ik denk ook aan de school van Gastel. En dan denk ik van ja, dat is toch heel marginaal. En dat wij hier het asielzoekerscentrum binnengehaald hebben. Dat is voor deze school, althans de komende jaren, zeg maar ook een stuk redding voor de lokale bevolking geweest. Ja. En ik maak mij zorgen over dat soort voorzieningen. Meer als over dit, want hier wordt weer met enthousiasme aan gewerkt, hier aan de schakel. Ja. Nou is er in het verleden Maarhezen en Sterksel, dat was eigenlijk één gemeente. En het bedrijf Reiling was daar een voorbeeld van, dat hij naar Sterksel en naar Heesleende is gegaan. Maarhezen heeft vervolgens veel problemen met de transportbewegingen die vanuit Reilingen plaatsvinden. Zou het niet mooi zijn om Reiling naar het duurzaam industriepark te verhuizen? Dat zou mij zeer verbazen als dat zou gebeuren. Want het duurzaam industriepark is nou juist bedoeld voor die duurzaamheid en voor die samenhang van industriële ontwikkelingen met de zink. En het is dus niet zomaar een industrieterrein waarin we zeggen van nou, als we problemen hebben ergens in de regio, dan stoppen we dat maar in het in Dorpplein weg. Is nooit de bedoeling geweest. En ja, ik mag dat niet meer zeggen, want ik ben straks weg natuurlijk. Maar ik heb tot het laatste moment gezegd van nee. En ik ben ervan overtuigd dat ook de provincie dat vindt. Het duurzame industrieterrein zal een kwalitatief, goed en sterk industrieterrein worden. Dat wil niet zeggen dat er bepaalde bedrijven dan zegt van ja, is dat nou zo'n aanvulling? Maar als het een aanvulling is ten opzichte van zeg maar warmte of wat dan ook rond de zink, dan past het daar. Maar niet zomaar een probleemgeval. Ja. En ja, Heesleende heeft het totaal van Sterksel met alle lusten en lasten overgenomen. Dus ja, deze last moeten ze ook maar oplossen. Nou, okay. Nou is er is een boekje verschenen en dat heet Nieuwe Burgemeesters op Weg. En daar staan allerlei tips voor jonge burgemeesters, met name jonge burgemeesters. En dan gaat het zeker over de eerste 100 dagen van een burgemeester. Wat zou nou, als u een hoofdstukje mocht schrijven in dat boek, wat zouden dan uw tips zijn voor een nieuwe burgemeester? Een onervaren burgemeester. Luisteren. Ja? Luisteren naar wat er om je heen gebeurt. Mm-hmm. Luisteren wat de en dan vertalen voor jezelf wat de verschillen zijn en wat er leeft. Ja. Je bent natuurlijk als jonge burgemeester, als nieuwe burgemeester, ook als oude burgemeester, ben je geneigd om te zeggen van nou, je komt en dan zal ik dus even dit, dat, et cetera. Nou, dat is de grootste valkuil die je kunt meemaken. Ik denk dat je eerst, en dat geldt zeker in Kranendonk, moet voelen wat er in die gemeenschap leeft. Dat wil niet zeggen dat je alleen maar moet doen wat er in die gemeenschap leeft, maar je moet wel weten wat mensen bezighoudt. En van daaruit je lijnen uitzetten. Geldt dat ook voor de nieuwe burgemeester van Kranendonk? Kranendonk, is dat ook uw beste tip, zeg maar, voor uw opvolger? Ik bemoei me niet met mijn opvolger. Nee. Maar als u zegt van wat zou, hoe heet het? Ja, dan denk ik, ja, luisteren is voor een nieuwe burgemeester altijd goed. Zeker in Kranendonk. En verder vind ik dat een nieuwe burgemeester zijn eigen stijl of haar eigen stijl moet toepassen. En ik heb alle vertrouwen in de vertrouwenscommissie dat ze tot een hele goede keuze zullen komen. U blijft er wonen? Voorlopig wel. Okay. Of dat op een lange termijn is, weet ik niet. Onze kinderen wonen in het centrum van het land, maar wij zitten niet op de wip. Wij gaan dat gewoon rustig eens ervaren en bekijken wat we naar de toekomst toe doen. Burgemeester Bart Meinema, veel succes verder met uw pensioen. En het gaat u goed.